is het thema van de Kinderboekenweek 2016. In deze week wordt er op scholen veel aandacht besteed aan boeken waarin opa's en oma's centraal staan. Op basisschool De Ruiter in Weert wordt er veel georganiseerd in het kader van de Kinderboekenweek. De Kinderboekenweek is er uiteraard om lezen te bevorderen. De kinderen weten wel welke boeken zij graag lezen. Diefstal op de Orient Express van Thea Stilton, omdat ze schrijft gewoon hele leuke verhalen. Mijn favoriete boek is Hashtag Selfie van Kaya Kazemier. Ik vind het een heel interessant boek, omdat het gaat over een meisje die een jongen ontmoet op het internet en die stuurt dan hele lieve berichtjes. Alleen dan vraagt hij zeg maar meer foto's en zo. De kinderen vonden het vroeger best fijn om voorgelezen te worden. Ik werd vroeger voorgelezen door mijn ouders en ik vond dat vroeger heel erg leuk. En het ging vooral over paarden, want dat zijn mijn lievelingsdieren. Voorlezen kunnen ze natuurlijk ook zelf. Dit boek heb ik voorgelezen, Junior Kippenvel Vogelverschrikkers. Ik vond het een heel spannend boek en het was ook spannend om voor te lezen. Opa's en oma's kunnen natuurlijk ook goed voorlezen. En dat gebeurt deze Kinderboekenweek volop. Volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website n1.nl. Of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.